Dames en heren, welkom. En ik heropen de vergadering. En ik spreek even naar de mensen waarvan ik hoop dat ze nog naar ons willen luisteren. Want dat ging de vorige week absoluut niet goed. Er was zelfs een moment waarop u mij 3 keer hoorde. En ik werd vervolgens dwars doorheen gesproken door de heer Rooijakkers. Maar dat was wat de mensen hoorden. Dat was niet wat er gebeurde. Maar er zaten allerlei echo's in en dubbele verbanden en herhalingen en van alles nog wat. En wij hopen dat het nu goed is, want we denken dat we de oorzaak hebben achterhaald. En als dat niet zo is, sms even met een van de aanwezigen hier en dan laten we ons onmiddellijk bijsturen. Maar zo is het. Ik heb de vergadering en we gaan verder met agenda punt 8, de programmabegroting 2016-2019. En we hebben de eerste termijn gehad. We hebben de reactie van van het college daarop gehad. Als het goed is, bent u ook nog schriftelijk daarover geïnformeerd. Hopelijk dat daarmee ook nog de openstaande punten zijn beantwoord. Zo niet, dan hoor ik dat dadelijk graag van u. Maar ik zou graag de tweede termijn willen openen en het woord willen geven aan de heer Raamaker, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ik ben in de reactie op deze begroting begonnen met Dalsen Timmert goed aan de weg. En met dank aan en ieder die daar aan mee heeft gewerkt. Ook de gehele raad heeft hier een constructieve bijdrage aan geleverd en ik wil de dank daarom ook uitspreken richting alle fracties. We zijn content met de beantwoording, maar willen op enkele punten toch nog eventjes inzoomen. En dat is het eerste punt, de aandacht op RUT, die milieucontroles, die willen we toch extra benadrukken. We hebben aangegeven, ook richting omwoning, dat we zorgvuldig, dat deze zorgvuldig worden uitgevoerd aan de Westerveldweg. Misschien kunt u dat nog eens een keer onderstrepen, wethouder. Dan de tweede vraag is, de gemeente valt in 2016 onder het regime van de vennootschapsbelasting en de grondexploitaties zullen hier hoofdrolspelers worden. Wat moeten we afdragen? Kunnen we hier in 2015 nog tactisch mee omgaan, is de vraag. Dan, in onze beschouwingen zijn we akkoord gegaan met de accountant, alleen de Europese aanbesteding te laten controleren op de rechtmatigheid. En we hebben aangegeven dat we van het controleprotocol inzake aanbesteding een onderwerp willen maken in de PNC-commissie om dit verder te bespreken. Nou, de wethouder heeft ook al gereageerd dat dit onderwerp daar best thuis past. Ik wil graag ook de reactie ontvangen van de rest van de fracties. Verder zijn we blij met de toezegging dat we een voorstel tegemoet kunnen zien over de aanpak van de slechte straten, moeilijk begaanbare trottoirs en pleintjes in de oude kernen van onze gemeente. Dit zal een oplossing zijn voor minder valide burgers, maar ook de gewone burgers die een wandeling willen maken. Dus wij zijn daar ontzettend blij mee. Dan bij de paragraaf risicobeheer. Hier willen we nogmaals benadrukken en meegeven dat we voordat we de contracten afsluiten goed moeten kijken naar alle addertjes onder het gras. De kleine lettertjes in de contracten hebben vaak grote financiële gevolgen. En ik noem daarbij Pingrokaren. Bij samenwerkingsverband ook goed te kijken naar de moeilijke contracten. Dus ook in groter verband is het denk ik goed dat we daar goede vinger aan de pols houden. Dan werd er gevraagd om een reactie van de CU. We kunnen eigenlijk instemmen met de motie die u aankondigde. Alleen ja, het competitieelement wat erin staat zouden we graag dan eruit willen schrappen. En Evert-Jan Hof komt met de motie om eventueel uitleg over de motie van de duurzaamheid, CO2, de terugdringing daarvan. Dus, zullen we dat gelijk doen? Ik ben er wel voor dat alle eventuele moties onmiddellijk op tafel komen. Dan kunt u er ook allemaal op reageren. U heeft een motie, meneer Hof. Ja, dank u wel. Dalsen zet groot in op CO2-neutraliteit 2025. Er zijn al veel stappen gezet. Maar wat ons betreft mogen die stappen wel wat groter. En we hebben een motie voorbereid waarin ingezoomd wordt op het verduurzamen van het huidige woningbestand en het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en gemeentelijke gebouwen. En we vinden ook dat de gemeente daarin een voorbeeldrol zou kunnen vervullen. Ik wil die motie eigenlijk inleiden met een heel kort stukje citaat uit een artikel van de Stentor van vandaag. Dat is een onderzoek naar het energieverbruik van 2 miljoen huishoudens. En daarin staat, mensen kunnen zonder veel moeite tot 30% besparen op hun energieverbruik. Een goed geïsoleerd huis kan op de meeste centjes opleveren. Opmerkelijk genoeg wordt isoleren juist zelden als optie gezien om het verbruik terug te dringen.
blijkt uit hetzelfde onderzoek. Het isoleren van een woning kost duizenden euro's. Dat is voor veel mensen simpelweg te veel geld. Dat loont echter wel, want de investering heb je doorgaans na een jaar of vijf terugverdiend. Dus dat is een artikeltje van vandaag. Sluit goed aan bij de motie. Mijn voorleeswerk zit er hiermee denk ik wel op. Dus voorzitter, volgens mij is het gebruikelijk dat u de moties voorleest. Dat is zo. En dat ga ik doen. De Raad, gelet op de steeds groter wordende uitdaging om een maatschappelijk vraagstuk als de CO2-reductie aan te pakken, overwegende dat Dalfsen met de doelstelling 2025 CO2-neutraal een hoge ambitie heeft uitgesproken. We onvoldoende resultaten op het terugdringen van CO2-uitstoot behalen. Het terugdringen van gasverbruik door isoleren van bestaande bebouwing een zeer effectieve oplossing is waar relatief grote stappen mee te zetten zijn. Energiebesparing in de praktijk ook een financiële besparing blijkt te zijn en zich daardoor terugverdient. Het uitvoeren van besparingsmaatregelen een positief effect zal hebben op de economische ontwikkeling van de bouw- en installatiebranche in onze gemeente. De gemeente een belangrijke voorlichtingsrol heeft naar inwoners, woningcorporaties en bedrijven. De gemeente daarbij met haar eigen gebouw een voorbeeldfunctie heeft. Een goede voorbeeld kan worden gegeven door bij gemeentelijke gebouwen in te zetten op energie- en CO2-reductie. De reserve essentgelden is toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar, waar deze reserve is ontstaan als gevolg van de verkoop van een energiebedrijf, spreekt uit dat. Een voorstel uit te werken en aan de Raad aan te bieden met hierin de volgende elementen. Oh, neem me niet kwalijk. Spreekt uit dat het gewenst is de reserve essentgelden energiegerelateerd te blijven bestemmen. Het versnellen van de realisatie van besparende maatregelen bestaande woningbouw en gemeentelijke gebouwen wenselijk is. De gemeente actieve voorlichting van de financiële mogelijkheden dient te geven. De gemeente met haar gebouwen een voorbeeld dient te zijn. Verzoekt het college een voorstel uit te werken aan de Raad. Een voorstel uit te werken en aan de Raad aan te bieden met hierin de volgende elementen verwerkt. 1. Afspraken met woningcorporaties om een groot gedeelte van hun woningbestand versneld te verduurzamen. 2. De wijze waarop particulieren worden gemotiveerd en gestimuleerd om hun bestaande woningen op hoogwaardige wijze te isoleren, met daarbij specifieke aandacht voor de groep mensen met een laag inkomen en relatief hoge energielasten. 3. Een lijst met gemeentelijke gebouwen en de wijze waarop deze kunnen worden verduurzaamd. 4. Hiervan minimaal één gemeentelijk gebouw aan te wijzen waarbij verduurzaming wordt gerealiseerd om meer praktijkervaring op te doen als gemeente en om als voorbeeld te dienen voor bedrijven en particulieren. En tot slot 5, hiervoor het budget van voorheen de reserve essentgelden met een omvang van circa 252.000 revolverend in te zetten. Het voorstel in de eerste helft van 2016 aan de Raad voor te leggen ter besluitvorming. De indieners Evert-Jan Hof, gemeentebelangen Jan Uitslag, CDA, Anne Nijberg, ChristenUnie, Johan Wildfunk, Partij van de Arbeid. Die nemen we mee in de beraadslagingen. Dank u wel. Mag ik door naar meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik ga de beschouwing niet helemaal overdoen, dus ik haal er een paar speerpuntjes uit. In onze beschouwing hebben we opgeroepen tot het meer huisvesten van statushouders. Het college gaf aan dat de gemeente open staat voor opvang van asielzoekers, passend bij de schaal van onze kernen. Volledig mee eens. Dat hebben we ook als fractievoorzitters u ook gevraagd in de brief. Het college gaf ook aan, en even in mijn eigen woorden, dat breed maatschappelijk draagvlak belangrijk is, maar ook niet vanzelfsprekend. Bij de beschouwing heeft bijna iedere partij stilgestaan bij het actuele vraagstuk van de asielzoekers en de schrijnende situatie waarin ze verkeren. Eén partij niet. Gemeentebelangen is hier niet op ingegaan en dat kan. Dat mag. Elke partij maakt zijn eigen keuzes. Toch, omwille van het realiseren van een breed draagvlak is naar de mening van mijn fractie essentieel dat ook de grootste fractie van deze raad zich daarover uitspreekt. En onze hartwens is om de raad daar een voorbeeldgevende functie in te laten zijn. En vanaf deze plek wil ik nogmaals de scholen en sportverenigingen oproepen hier een rol in te spelen. Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Cohet Kampen, die een eigen voetbalcompetitie voor en met asielzoekers aan het organiseren is. Dalfsen schoon met het clean team. Helemaal goed. Maar moet wat ons betreft niet een exclusief recht worden. We willen dat buurten daar ook actief in kunnen meedoen, al dan niet samen met het clean team.
En op die manier kunnen wat ons betreft buurten en scholen aanspraak maken op een deel van de landelijke subsidie. Het college gaf aan het bibliotheekbeleid tot en met 2018 niet te willen wijzigen. Dat hebben we ook niet voor willen stellen. We willen juist sturen op dat beleid. En dat gaat naar onze mening wat breder dan het aantal leden. Dus we willen kijken of we ons beleid kunnen realiseren door te sturen op de indicatoren die ertoe doen. In plaats van slechts het aantal leden. Voorzitter, onze gemeente heeft een uitgestrekt buitengebied waar relatief veel mensen wonen. Dat heeft voor- en nadelen. Slechte bereikbaarheid van mobiele telefoons is daar één van. Eén, waar wij als CDA-fractie geen begrip voor hebben. Het kan levensbedreigende situaties opleveren. We zullen aan de oproep van de wethouder gevolg geven en onze landelijke broeders en zusters in de Tweede Kamer hierover benaderen. Ik hoop dat de andere fracties dat ook doen. Wie weet heeft het hebben van landelijke lijnen zo zijn voordelen. We zijn zuinig op ons buitengebied. Als raad hebben we gebieden aangewezen waar de landbouw zich moet kunnen ontwikkelen. De recente besluitvorming met betrekking tot de Westerveldweg heeft een onduidelijkheid aan het licht gebracht die de deur voor ons buitengebied heeft opengezet voor agrariërs uit heel Nederland. Ten koste van onze eigen agrariërs. We willen deze deur zo spoedig mogelijk weer dicht. We hebben daartoe een motie opgesteld. De elektrische fiets brengt gemak, maar ook risico's met zich mee. Het college is dat met ons eens, maar vindt, ook hier in mijn eigen woorden, dat mensen zich anders moeten gaan gedragen. En daar zijn we het eigenlijk ook wel mee eens. En toch zouden we graag een beeld krijgen of en waar er knelpunten zitten in de infrastructuur. Kan dit met de volgende enquête over de verkeersveiligheid worden meegenomen? Economie is belangrijk. Dat heb je verschillende malen betoogd. Volgens mij is daar de raad het in de breedte wel over eens. En zelfs het college zal het met ons eens zijn. We vroegen om een stimuleringsprogramma voor startende winkeliers. De reactie van het college is dat de markt het zelf wel oplost. Is het college echt van mening dat we dit slechts aan de markt moeten overlaten? Of onderneemt het college wel degelijk iets? We zien in Lemmelveld bijvoorbeeld geen verbetering. Kunt u ons aangeven, voor onze beeldvorming, wat u nu concreet in Lemmelveld doet? En met betoog bij de beschouwingen hebben we ook nadrukkelijk de kansen genoemd voor de koppeling van duurzaamheid en economie. De motie die we samen met de gemeentebelangen en de ChristenUnie en de PvdA indienen, spreekt voor zich en daar ga ik hier niet verder op in. Met betrekking tot de motie van de ChristenUnie, de achterliggende gedachte past naadloos in onze visie. Dat mag geen verrassing zijn. Het wijkgericht en buurtgericht werken, dat helemaal in lijn is met de kansenpotten die we in het coalitieakkoord hebben staan. En ik ben net al even ingegaan op het clean team, waar buurten ook samen kunnen gaan werken om de buurt schoon te maken. En daarmee de sociale cohesie op allerlei manieren versterken. Wat ons betreft is het nog wel iets te vroeg om hier al een bedrag aan te koppelen. Ik denk dat het beter is om eerst te kijken naar de inhoud en dan volgt het bedrag wat daar voor nodig is vanzelf. Het is wat raar dat je een bedrag noemt en daar naartoe gaat redeneren. Tenminste, dat zou de uitdrukking kunnen zijn. En daar vind ik nog iets te vroeg voor. Zeker als we de combinatie van die drie elementen die ik net benoemde bij elkaar zouden kunnen voegen. Dus de strekking, de inhoud, de achterliggende gedachte van de motie past ons precies. Maar misschien willen we wel een stapje verder en zal het passen in het beleid wat binnenkort in deze raad weer komt verschijnt en komt waar we over komen te spreken. Dat was het in de eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Zullen we ook uw motie onmiddellijk gewoon op tafel leggen? Dan kan er straks ook, wat mij betreft, door het college op gereageerd worden, maar ook door andere partijen eventueel. Mag die in beeld? Ik lees hem even voor. De raad van de gemeente Dalfsen, gelet op de structuurvisie buitengebied gemeente Dalfsen DD 25 juni 2012 en het bestemmingsplan buitengebied DD 24 juni 2013, Titel 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht, overwegende dat het versterken van de economische vitaliteit en het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit in het buitengebied belangrijke beleidsdoelen zijn voor de gemeente Dalfsen,
dat de Raad hiertoe onder meer de beleidsregels ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied op 23 juni 2014 heeft vastgesteld. Dat de hierin genoemde beleidsregels een specifieke uitwerking zijn voor ontwikkelingen die gewenst zijn volgens de structuurvisie, maar wel een investering in ruimtelijke kwaliteit als tegenprestatie vragen. De Raad besloten heeft de 7e herziening van het bestemmingsplan buitengebied vast te stellen. En overwegende dat het ongewenst is dat meerdere voormalige agrarische percelen worden opgekocht en deze bouwvlakken op niet bebouwde locaties in dit deelgebied van de structuurvisie buitengebied gerealiseerd worden. En dat in dergelijke nieuwe gevallen sprake is van ondoelmatig gebruik van de hervestigingsregeling en dit kan leiden tot ongewenste ruimtelijke effecten, spreekt uit dat het wenselijk is om deze nadere uitleg in onze beleidsregels op te nemen en verzoekt het college hiertoe zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk het eerste kwartaal van 2016, een voorstel aan de Raad ter besluiting voor te leggen. De indieners, uitslag CDA. Dank u wel. Mag ik naar meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank voor de beantwoording vanuit het college afgelopen maandag. En dank ook voor de bijdrage van alle andere fracties. Want daardoor heenlezend en beoordelend komen we toch ook tot de conclusie dat er ook heel veel gelijke punten in de verschillende bijdragen zitten. En dat biedt mogelijkheid om met elkaar bruggen te slaan. Denk aan het sociaal domein, onderwerp duurzaamheid, financiële sturing, actualiteit van vluchtelingenproblematiek, verkeer en veiligheid. We zijn ook blij met de bijdrage vanuit het college als het gaat over die zogenaamde top 3. U hebt aangegeven te gaan voor vitale kernen. U bedoelt ongetwijfeld ook in de breedte alle gemeenschappen, ook buiten de kernen, maar dat mogen duidelijk zijn. Waaronder dan ook Nieuw-Leusse middengebied wel degelijk te verstaan is. Sociaal domein en duurzaam financieel beleid. Dus dat zijn drie punten die onze fractie aanspreekt. En we hopen ook dat die drie lijnen komend jaar herkenbaar zullen zijn en blijven. Ten aanzien van de vluchtelingen, daar hebt u als voorzitter namens het college denk ik verstandige woorden gesproken. En we snappen ook wel dat er af en toe wat moeite is om een goede balans te vinden van wat je wel en niet communiceert. Want draagvlak, hè, dat is de heer Uitslag net ook al aangegeven, is wel heel erg belangrijk in deze. En tegelijkertijd blijft de vraag overeind van wat communiceer je wel, wat communiceer je niet. Uiteindelijk zal het wel moeten, maar je moet het wel zorgvuldig doen en op het juiste moment met de goede inhoud komen. Blijft onverminderd staan dat we wel met een warm hart en een koel hoofd daar invulling aan zouden willen geven. Ik denk ook dat het college dat gaat doen. Ten aanzien van de statushouders zijn we blij met de toezegging dat er dit jaar nog een scenariobeschrijving komt. Met betrekking tot de verwachte groei in 2016. En we verwachten dat er ook iets breder wel gekeken wordt dan alleen huisvesting. Het is niet helemaal duidelijk of dat zo is. Misschien kan de wethouder daar straks nog even iets over zeggen. Maar dit jaar is trouwens ook niet zo ver meer weg. Hè? Dus dat betekent wel volgende maand. We hopen wel dat we dat goed begrepen hebben. Dan sociaal domein. Op basis van de verwachte toename van de personeelskosten hebben wij ook gevraagd van hey, wat is er in samenwerkingsverband ook mogelijk, dus regionaal gezien. Daar zouden we graag nog even een korte toelichting op hebben. En verder heeft het college toegezegd dat we in de volgende 3D-rapportage een aantal elementen krijgen. Bijvoorbeeld rondom cijfers van wachtlijsten, initiatieven van transformatie en dergelijke. Ten aanzien van de privacy aspecten in het sociaal domein, met name in de jeugdzorg. Er zijn wel wat opmerkingen door het college gemaakt, maar het blijft, als je daar toch even doorheen leest, een wat fragmentarische benadering. En we hadden het idee van dat het goed zou zijn om dat een keer wat explicieter op tafel te krijgen. Van wat is er nou wel geregeld, wat is er nou niet geregeld? Wat is er in het belang van de privacy van de burger nou concreet vastgelegd? Want het is ons niet helemaal duidelijk van wat het nou betekent. En ik denk de burger al helemaal niet. En daar gaat het wel om de privacy van die burger. Dus wij zouden het fijn vinden als het college daar iets wat meer over zou kunnen toelichten. Dat hoeft niet vanavond over, dat mag ook best op een later moment.
Ten aanzien van de bibliotheek wordt gewezen naar bestaand beleid. En dat herkennen we natuurlijk op zich ook. Hè? Maar we hebben juist de vraag gesteld van bestaand beleid heeft tot nu toe geleid tot een afname in het aantal leden. En we hebben niet gehoord dat er nou een soort plan is om dat weer om te turnen. En misschien is het ook maar de vraag of dat gaat lukken. Hè? Wat dat betreft heeft misschien CDA wel een punt van er zijn misschien wel meer indicatoren die van belang zijn in het kader van het bibliotheekwerk. En we hebben met elkaar afgesproken dat we wendbaar zouden zijn in ons beleid. Dus ons verzoek is om daar nog eens even goed naar te kijken. Dus A, welke concrete maatregelen worden er nu getroffen? En B, zijn er misschien andere indicatoren die ook van belang zijn? Duurzaamheid. Het is goed om te merken dat daar breed op wordt ingezet. Daar heeft gemeentebelang ook een motie op ingediend. Waarvan wij denken dat die de goede kant op wijst ook. Want preventief werken in het kader van duurzaamheid, prima. Overigens, als je breed kijkt, is onze vraag nog wel, wat mogen we in 2016 verwachten om ook de productie van duurzame energie te stimuleren? Dus daar zouden we graag nog wel even wat concreter antwoord op willen. Ten aanzien van de VECht, daar heeft de PvdA ook een opmerking of een vraag over gesteld. Wij zitten ons wel af te vragen wat de inhoudelijke koers van het college is. En wij zouden willen vragen of het college ook inderdaad zit op de koers van dat de bevaarbaarheid van de VECht ondergeschikt is aan het hoofdbeleid, namelijk ruimte voor de VECht als een meanderende laaglandrivier. Wordt dat onomwonden uitgesproken of zit er toch nog een andere lijn dwars doorheen? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Voorzitter, u vond het leuk als we gingen interpoleren, geloof ik, hè? Dat zou kunnen, hangt een beetje van de interpolatie. Een beetje aanvullen, want het ging over een half natuurlijke laaglandrivier. Dat is de inzet. Ja, dat zal misschien wel de juiste typering zijn. Waar het om gaat is dat het een meanderende laaglandrivier wordt. En of die half natuurlijk is, dat zou nog een toevoeging kunnen zijn. Ja. Een half natuurlijke geeft eventueel de mogelijkheid om enige bevaarbaarheid te realiseren. En als je het echt over natuurlijke, meanderende laaglandrivier hebt, dan krijg je op een gegeven moment ergens wel eens een zandbank. Ja. Dat was ja. De bedoeling. Nee, er zijn wel degelijk afspraken gemaakt, voor zover wij weten, met het waterschap over de diepgang tot Ommen en voorbij Ommen. Ja, laten we wethouder maar op reageren. Want ik zie dat hij dat graag wil. Dus dat komt straks. En er worden geluiden gemaakt. Misschien zouden we dat zo weinig mogelijk moeten doen, toch? Ik weet niet of het een telefoon is of een iPad of iets anders. Ik kon het eigenlijk niet definiëren. Was het een stoel? Dat kan ook. Dan moeten we die stoel eruit. Meneer Nijkamp, gaat u verder. Ten aanzien van de oproep over de mobiele bereikbaarheid. Dat is inderdaad, dacht ik, nu de tweede keer dat we daar over spreken. De vorige keer hebben we dat ook gedaan. Tot nu toe zijn we blijkbaar met elkaar nog niet in staat geweest om Den Haag in de goede richting dan te zetten of voldoende scherp. Wij gaan het opnieuw oppakken. Vorige keer hebben we het ook namens gemeentebelangen gedaan. Dus we willen, als daar prijs op wordt gesteld, dat nog wel een keer weer proberen. Dan, je weet maar nooit wat het oplevert. Hè? Maar dat hoor ik zo meteen nog wel. We zijn positief over het feit dat de wethouder richting de provincie gaat om de aanpassingen N377 op korte termijn wat betreft fietsveiligheid te verbeteren. En we zien verder graag in 2016 iets terug van het mobiliteitsplan van de provincie. Maar daar houdt u vast de vinger aan de pols. Ten aanzien van de evaluatie Rood voor Rood, FAP en structuurvisie. Op zich is het natuurlijk prima om die elementen te evalueren. Maar de duiding van precedent, zoals dat zeg maar in de bijdrage werd genoemd, die spreekt ons nadrukkelijk minder aan. Wij willen toetsen op het inhoud van het beleid. En natuurlijk, elk besluit wat je neemt kun je natuurlijk als een voorbeeld stellen, maar waar het ons om gaat is dat je aan beleid toetst. En als je dat met elkaar in de toekomst anders wil, dan vind ik dat daar een open debat over moet zijn. En dan kun je tot conclusies komen. En dat gaan we dan wel zien waar we dan uitkomen. Dan een paar afsluitende elementen rondom de financiën. Op een aantal zaken blijkt toch wel dat het nog moeilijk is om grip te krijgen. Wat dat betreft, de VVD heeft daar ook een opmerking over gemaakt in haar bijdrage. De conclusie moet zijn eigenlijk dat er toch nog wel veel zaken zijn die nog niet in de begroting zijn opgenomen.
En ik noem er even een paar om toch wel duidelijk te maken van dat het toch wel over belangrijke elementen gaat. Statushouders, vennootschapbelasting, N-wegen, bevaarbaarheid vecht, archeologische vondsten, Nieuw-Leusse middengebied, centrumplan. Ik noem zo even een aantal dingen die gewoon keurig in de begroting wel ergens staan, maar waarom we bij verre niet weten van wat het nou voor financiële consequenties heeft en hoe onze armslag daarin is. Als fractie vinden we dat lastig om daarmee om te gaan. En we willen eigenlijk graag eens weten van hoe doet het college dat? Misschien kunt u ons daarbij helpen. Ten aanzien van de reacties op de motie, het competitief element, dat zou wat ons betreft ook een optie kunnen zijn, dat hoeft er niet per se in. En we zijn het eigenlijk van harte eens met de oproep van CDA om te zeggen van ja, die 23.000 euro dat is niet een doel. Dat is nooit het doel om dat uit te geven. Het gaat om het achterliggende effect. Maar we hebben eigenlijk meer bedoeld van ja, dat potje was er destijds. Dus dat zou wel ongeveer de grens ook moeten zijn. Dus we zien het meer als een maximum. En de verbinding naar die kansenpot, goed idee. Allerlaatste punt is het tweede besluitpunt voor van dit agendapunt. Dat gaat over het beperken van de rechtmatigheidstoets. Of de rechtmatigheidscontrole moet ik zeggen. Het college heeft in haar reactie in de technische sessie aangegeven dat er een optie is om de accountant te vragen met een aparte toets te komen, een aparte rapportage op dit punt. Als dat allemaal niet te groot en te volumineus is, dan zouden wij dat een prima idee vinden om dat op die manier toch inzichtelijk te houden. Dank u wel. Dat laatste was ook daar wil u ook even een reactie op, hè? Een bevestiging. Meneer Wildfank, Partij van de Arbeid, mag ik u het woord geven? Dat mag, dank u wel. Ja, ook van mijn kant dank voor de antwoorden, gegeven antwoorden. Over het geheel genomen zijn we er erg tevreden over. En kunnen we er ook goed mee leven. En toch ga ik ook in tweede termijn een paar kanttekeningen plaatsen en wellicht hierna nog een korte vraag daaraan toevoegen. Dan begin ik ook even met het vluchtelingenvraagstuk. Ik heb het gevoel dat het college van mening is of was dat ik het onmogelijke of onwenselijke vroeg. Maar dat is echt niet het geval. Waar ik aandacht voor heb gevraagd en nog vraag, is dat ik zie dat het om ons heen zie, om onze gemeente heen zie, dat het wel degelijk kan kennelijk om kleinschalig iets te doen. En dan zeg ik toch even ommen. En in Dalfsen lukt dat niet zomaar. Dat vind ik jammer. En ik heb uw antwoord als college goed gehoord. Hè. De schaal van Dalfsen rechtvaardigt mogelijk niet direct een opvang van 600 vluchtelingen. Maar Dalfsen is wel aan haar stand verplicht om iets te doen. Iets te doen dat binnen haar mogelijkheden ligt. En u doet wat mogelijk is. Dat was letterlijk het antwoord. En ik vraag echt niet het onmogelijke, maar ik volg het wel kritisch. En binnenkort zal dan blijken wat u doet wat mogelijk is. Overigens onderstreep ik nog graag de opmerking van het CDA richting van gemeentebelang. Ik denk dat het goed is om ook daar de uitspraak te horen. Het antwoord op de vraag die ik had gesteld rondom schoonmaak en catering, daar werd ik ook niet helemaal blij van. Ik snap wel dat die contracten wat langer doorlopen, 3 tot 7 jaar hoorde ik volgens mij. Maar het voelt wel een beetje als geparkeerd worden. En ik ben er niet helemaal op uit nu om die contracten open te laten breken, maar ik zou toch wel willen vragen om, voordat we zover zijn, over 3 tot 7 jaar, om toch eens wat explicieter te worden over wat we daar nou eigenlijk willen. En dus een visie te bepalen wat je dan wil bereiken met dit soort aanstellingen. Wat betreft de N340, ik herhaal nog een keer het standpunt zoals ik eerder heb verwoord. De versobering van het plan zoals het er lag, kan zodanige vormen aannemen dat ik van mening ben dat de gemeente Dalfsen haar eerder uitgesproken steun voor dat plan, voor het wat toen PIP heette, zou moeten intrekken. En ik herhaal dat standpunt hier graag nog een keer. Participatie dan. Ik snap het antwoord dat u daar geeft. En ik zie ook de spanning die dat soms oplevert. En voor nu is wat mij betreft het antwoord ook echt voldoende. En toch zouden we willen oproepen om het kijken of het een impuls kan krijgen. Maar dat willen wij in ieder geval niet doen zonder dat ordentelijk te hebben doorgesproken en hebben voorbereid. Dat willen we ook doen met een aantal partijen. En ik heb even geaarzeld om nu een motie in te dienen op dat punt. Maar dat doe ik niet, dat stel ik even uit. We nemen het even mee terug om goed voor te bereiden. En dan eens te kijken wat we hier samen ook wellicht met het college op zouden kunnen afspreken. Daar komen we dus op niet al te lange termijn nog een keer op terug.
Ik ben blij met het antwoord dat de rood voor rood regeling in december op de agenda komt. En op het punt van de structuurvisie sluit ik graag aan bij het initiatief zoals het nu genomen is door het CDA. Dus de motie ondersteuning op voorhand. Voor wat betreft de opmerking die de ChristenUnie net maakte over het toetsen aan beleid. Ja, ik ben van mening dat dat klopt. Hè. Dat is precies wat we hier moeten doen. Aan de andere kant is toetsen van beleid is geen wiskunde. Want dan zouden we het kunnen automatiseren. Maar dat vergt een politieke afweging. En volgens mij ging het daar net mis. Het werd een beetje wiskundig uitgelegd. Het past binnen de regels, dus het kan. Nou, het is meer een gevoel wat ik nu even uitspreek. Maar ja, het is het moment er ook voor. Ten aanzien van de vecht, de pleziervaart in op de vecht, blijf ik ook wat aarzeling behouden bij het antwoord. Voor zover ik weet hebben we in het kader van het programma Ruimte voor de Vecht, en dat is ook in relatie met de visie die we op Dals hebben besproken ooit, is aangegeven dat het een meanderende laaglandrivier moest worden. Nou ja, half natuurlijke laaglandrivier, hoorde ik net al even, prima. Pleziervaart, zeker grotere pleziervaart, past daar volgens ons echt niet in. De huidige bevaarbaarheid voor het deel van de vecht zoals zich dat binnen Dalsen bevindt, is wat ons betreft meer dan voldoende. Kijk, als gemeente achter Dalsen, meer stroomopwaarts moet ik zeggen, daar hun energie in willen steken, is dat natuurlijk prima. Maar voor Dalsen zou ik zeggen, hoeven daar niet veel te investeren in de bevaarbaarheid. Nou, we zijn erg blij te horen dat u goed zicht hebt op de thuiszitters. Ben ik echt blij mee dat dat de antwoord kon zijn. En, want ik heb toch goed gehoord dat er nu geen sprake meer is van thuiszitters. Ik check het voor de zekerheid, ik zie u knikken. Daar zijn we erg blij mee. Nou, ik hoor ook zeggen dat u ver gevorderd bent in de realisatie van datgene wat is afgesproken op het punt van armoedebeleid. Specifiek voor wat betreft het deel gericht op kinderen. Ook daar ben ik echt tevreden over, erg blij. We gaan het zeker volgen, maar het is heel goed dat u daar nu die vordering hebt gemaakt. Tot zover. Dank u wel. Het is eigenlijk, ik zit in mijn kop, maar het is eigenlijk heel interessant dat we het fenomeen thuiszitter nu kennen. Dat was tot voor een jaar, anderhalf jaar terug, was dat beleidsmatig een totaal vergeten groep, een totaal vergeten categorie. We blijken ze ook niet te hebben, maar dat is alleen maar fijn. Nou ja, maar het is wel interessant hoor, hoe gewoon groepen mensen vergeten worden in een samenleving. Dank u voor uw inbreng. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. U zegt dat we wat geleerd hebben en ik zal u niet vermoeien met dingen die ik allemaal geleerd heb de afgelopen anderhalf jaar, want dat is ook best wel veel. En ik ga in navolging van de heer Wildfank ook niet allemaal vertellen waar ik blij mee was, want dan wordt het ook erg lang. En dat zijn sommige wethouders die dat niet op prijs stellen dat het lang duurt. Maar die het wel leuk vinden om te horen dat af en toe hele goede dingen gebeuren. Maar ik ga alleen maar op een paar punten in. Of die zijn blijven liggen of die in de eerste termijn nog eens onderstrepen. En ik begin graag met de bibliotheken. De bibliotheken, onze kern, constateer ik dat de wethouder tevreden is met de bibliotheekvoorziening in alle kernen. Ik constateer echter dat er plannen bestaan om in elk geval in Honors en Oud-Leuzen het aanbod aanzienlijk te versoberen. Ook Lemelenveld wordt in dat verband genoemd. Deze versoberingen vinden hun aanleiding in financiële bezuinigingen die kennelijk noodzakelijk zijn. De wethouder refereert aan afspraken die in de vorige raadsperiode zijn gemaakt. Toen is, dacht ik, wel een motie van de CU aangenomen, de ChristenUnie, waarbij is afgesproken dat de BIEB indien nodig weer opnieuw mocht aankloppen. Strikt genomen heeft men dat in elk geval bij de raad niet gedaan. D66 blijft zich echter wel zorgen maken over de versobering in de kleinere kernen. Minder diplomatiek uitgedrukt, het gedeeltelijk uitkleden van de dienstverlening. Ik heb overwogen om een motie in te dienen voor een subsidie om dat te verhogen, maar in plaats daarvan vraag ik de wethouder om een toezegging om later dit jaar op begin 2016 de bibliotheek en het beleid daaromtrent op de agenda van de raad te zetten. We kunnen dan meer op langere termijn een en ander bespreken, ook in relatie tot de door ons gewenste veranderingen ten behoeve van het cultuurhuis in Nieuw-Leuzen. Dan kunnen we dat integraal bekijken. Over de N-wegen. Neemt u mijn voorstel niet over om een substantieel geldbedrag te reserveren, maar wel, ik heb wel een toezegging gehoord dat de gemeente in overleg gaat met de provincie om in elk geval de veiligheidssituatie voor de fietsende schooljeugd langs de N377 en de parallelwegen van de N340 op te lossen. Of samen, of op eigen stoom.
Dat gold ook voor de kruising van de N377 met de Bakslaan. Daar ben ik natuurlijk wel blij mee. We wensen het college veel succes en we worden heel graag op de hoogte gehouden van de vorderingen. Over de apparaatskosten voor de sociale zekerheid heeft u een antwoord gegeven waaruit ik opmaak dat er in 2016 geen inhuur meer plaatsvindt. In elk geval niet ten laste van de frictiepot. En dat het restant daarvan dus ten volle kan worden ingezet voor overgangs- en andere zaken rondom de sociale zekerheid. Klopt dat, beste wethouder? En in aansluiting op wat het CDA in eerste termijn en gemeentebelangen in tweede termijn opmerkte over de aanstaande belastingplicht van de gemeente, vraag ik de aandacht voor het verstandig omgaan met de waardering van gronden etc. in het grondbedrijf. Daar hebben we een aantal maanden terug ook een discussie over gehad en die werd toen een beetje weggewuifd, moet ik zeggen. En dit te meer omdat we vrijwel zeker weten dat over de waardegroei, respectievelijk winst, na aftrek van kosten, waarschijnlijk vanaf 1 januari aanstaande belasting betaald moet worden. Dat betekent, naar mijn mening, actie op korte termijn en in overleg gaan met een belastingadviseur. Ik complimenteer de ChristenUnie met de originele opening van hun betoog in eerste termijn, waarin zij een gemiddelde bedrag van 2000 euro per inwoner becijferen. Het gaat dus wel over serieus geld in de raad. En ik heb dat in de pers niet gezien. En overigens was de ChristenUnie ook weer heel charmant met het uitdagen van het college. En zonder al te veel kritiek te geven over elementen die nog niet in de begroting zijn opgenomen en dergelijke. Ik was misschien te kritisch in mijn eerste termijn. Maar de ChristenUnie vraagt hoe doet het college dat en kunt u ons helpen. Dat vind ik toch wel heel erg aardig. Maar ik ben natuurlijk evengoed erg benieuwd. In tegenstelling tot de Partij van de Arbeid is D66 juist blij voor duidelijke inzet van het college voor de bevaarbaarheid van de Vecht, natuurlijk voor relatief kleine, langzaamvarende schepen. En het is denk ik obvious dat in het gebied van Dallassen daar relatief weinig of helemaal niets voor hoeft te gebeuren, maar dat een paar kleine ingreepjes, als je het rapport leest wat daar geloof Hans Koning over heeft gemaakt, een beetje stroomopwaarts moeten gebeuren. En dat we daar dan allemaal als gemeente van gaan profiteren als daar een doorgaande vaarroute komt. Over de door de VVD geconstateerde vermindering van het waarderingsgetal voor het risicoprofiel merk ik op dat dit vooral ook een kwestie is van, naar ik aanneem, ambtelijke inschattingen, waarmee wij het als raad ook niet altijd eens hoeven te zijn. Maar die inschattingen komen hier dus niet aan de orde. D66 is blij met de positieve inbreng van CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, die samen met ons pleiten voor een passende en proactieve inzet van de gemeente bij de huisvesting van vluchtelingen, met name statushouders. En ik sluit mij aan bij uitspraken van eerdere partijen dat het mooi zou zijn als we dat ook raadsbreed zouden kunnen ondersteunen. Daarbij hebben wij als D66 speciaal aandacht gevraagd voor de kleinschalige opvang van AMA's. We zijn blij met het antwoord van het college daarover en wensen hen veel succes en wijsheid, ook met het besluit van het noodzakelijk draagvlak in de gemeenschap dat daarbij hoort. Daar wil ik het op het moment graag bij laten, voorzitter, tenzij u nog reactie op de moties vraagt. Of komt het in een andere termijn? Ik nodig u van harte uit om alles wat op tafel ligt nu te bespreken. Oké, nou de eerste instantie, de ChristenUnie-motie, kunnen wij het ook mee instemmen. Dan hebben we de motie duurzaamheid van gemeentebelangen. En die motie die ik in eerste instantie heb gezien, was ik niet zo blij mee. Maar nu kan ik er wel mee leven, omdat er nu uit is gehaald dat bezitters van particuliere woningen ook subsidie zouden kunnen krijgen. Het is nu meer, denk ik, volgens mij een kwestie van voorlichting en leningen en dat soort dingen. En geen subsidie aan eigenaren van woningen. Dat zou mensen op een verkeerd been zetten die al eerder wel hebben zelf hebben geïnvesteerd. En iedere keer zeggen, had ik maar gewacht tot er weer subsidie kwam. En dat moeten we ook vermijden. Dus bij de huidige motie kan ik ermee instemmen. En de CDA, motie buitengebied, hebben wij al samen met de CDA opgetrokken in de vorige motie van de heer Kouwen. Toen ging het over een specifieke casus. Toen was er inderdaad die principiële discussie. En ik zou het niet in de wiskundige sfeer willen trekken, meneer Wildvank. Maar meer in de principiële sfeer van wat staat er letterlijk op papier. Dus het spreekt vanzelf dat D66 die motie van het CDA ook steunt. Ik geloof dat ze dat allemaal waren. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik door naar meneer Schuring.
Dank voorzitter. Allereerst blij met de antwoorden die gegeven zijn en tegelijkertijd ook met de vragen die gesteld zijn door de mede overige fracties. Er zijn een aantal punten waar ik dan toch nog wel eventjes kort op aan wil haken. Ik was in de beschouwing al vrij compleet geweest, was overal voorbij gewandeld. Stabiele begroting. Ik denk dat door meerdere fracties benoemd is. Maar ik hoop toch dat er op de een of andere manier in de toekomst een keer bij een begroting iets meer beeld kan komen over de context waar die begroting staat. Een begroting is denk ik niet alleen voor ons, maar is ook voor onze bevolking. Om voor de bewoners inzicht te hebben hoe we er financieel voor staan. Ik denk dat dat het moment is. En het voelt alsof dit nog maar een stukje is. En misschien een heel belangrijk stuk wat beeldend is en wat over veel geld gaat, dat mis ik. Ik begrijp dat het in de begrotingregels de missie niet zo plaats hoeft te hebben. Maar ik kan me voorstellen dat er wel iets op te bedenken is dat het beeld wel gegeven gaat worden. Eén punt wat voorbijgekomen is bij iedereen en waar we ook allemaal op uitgedaagd werden om daar wat over te zeggen, zijn de asielzoekers / statushouders. Ik blijf daar met een grote zorg zitten. Ik vind het allemaal wat te makkelijk. Wij zijn geen expert op dit complexe dossier. Het gaat over mensen. Over onze mensen en over de mensen die hierheen komen. Het COA is dat tot op een zekere hoogte wel. Of misschien wel helemaal. En ik hoop dan ook dat wij niet onnodige risico's gaan op onze hals gaan nemen. Omwille van het humaan willen lijken. Daar ben ik erg bang voor. Laten we alsjeblieft niet in onze. Laten we niet een opdracht aangaan die groter is dan wat het COA ons toebedeelt. Laten we gebruik maken van die kennis. Hey, voorzitter, mag ik daar toch even kort op reageren? Want ja, dat mag. Dit is me wel iets te kort door de bocht, eerlijk gezegd. Humaan willen lijken, dat vind ik wel een waardeoordeel waar ik wat afstand van zou willen nemen. Dat laat ik graag voor rekening van de heer Schuring zelf. En juist in de motie en ook in de bespreking hier in deze raad is volgens mij steeds naar voren gebracht dat we het COA willen helpen in haar zoektocht naar mogelijkheden voor huisvesting. Dus we zijn het volgens mij in dat opzicht helemaal eens met de VVD. Alleen komt de VVD tot de conclusie dat het COA dat allemaal zelf moet doen, dat de gemeente niks moet doen. En daar verschillen we dan ernstig van mening. Maar ik reageer eigenlijk vooral even op het punt dat wij humaan willen lijken. Ik zou dat toch wel heel graag bij hemzelf willen laten. Ik had er eerst aan humaan willen zijn en ik heb hem veranderd naar lijken, omdat dan komen we weer op de verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Ik kan niet bepalen dat het humaan is, namelijk. Het kon namelijk wel veel minder humaan zijn dan dat we denken dat we zijn. En u stelt niet de intentie ter discussie, maar u stelt het effect ter discussie. Zeker. Okay. En daar moeten we niet aan voorbij gaan. Sociaal domein. Erg blij dat we het college de ruimte geven om deze nieuwe opdracht de juiste weg te kunnen gaan vinden en bewandelen. Jeugdzorg lijkt, wordt en blijft een nog wat onbekende uitdaging. Dat betekent natuurlijk ook een begrotingsonzekerheid die in de jaren met meer kennis en meer ervaring nauwkeuriger zal gaan worden. En verder zijn er nog drie moties op tafel. De CU-motie draag ik een warm hart toe. Ik heb wel eventjes mezelf afgevraagd van ja, er staat een potje met geld. En waarom zouden we dat potje met geld nou specifiek hier dan voor moeten gaan bestemmen? Want er zijn natuurlijk ook wel meer wensen. Aan de andere kant de verbinding van het potje met het doel wat hier voor beschreven wordt, die deel ik wel. Dus die kan ik volledig ondersteunen. Dan kom ik bij de andere twee, de CDA-motie. En daar wordt in gesuggereerd dat het gemaakte beleid zijn doel mist. Misschien ben ik daar wat te zwart-wit in. En dat voornamelijk aan de hand van één casus. En ik ben er nog niet zo zeker van of die regel zijn doel mist. Wel dat we daar blijkbaar met z'n allen op een andere manier in staan. En ik zou zeggen, laten we dan eerst het over die regel gaan hebben, over het beleid gaan hebben. En niet een schot voor de boeg nemen door middel van een dergelijke motie. Dus die kan ik niet ondersteunen. En voor de gemeentebelangenmotie, daar had ik eigenlijk nog een vraag aan het college. Maar ik weet niet of dat
procedureel correct is, maar ik zou namelijk wel graag willen weten als die motie nou niet op tafel zou komen, of dit niet überhaupt ook zou gaan gebeuren. Nou, die vraag kan het college gewoon in een reactie meenemen, denk ik. Meneer Schuring, dank u wel. Meneer Ramaker, misschien is het toch goed, want alle fracties spreken u aan, om u even nog het woord te geven voordat ik naar het college toe ga. Mag dat? Ja, zeker. Bedankt, voorzitter. Nou, even een reactie richting de hele raad, maar met name de vraag die kwam van het CDA, PvdA en D66. Nou, het vluchtelingenprobleem is ons zeker bekend. En het probleem is ook verschrikkelijk. En we hebben daarom ook die gezamenlijke brief die we ingediend hebben ook mede ondertekend. Dus ja, die vraag is daar eigenlijk al in verwoord. Nou, de burgemeester heeft afgelopen maandag daar ook iets over gezegd. En zorgvuldigheid is toch wel een juiste. Dus en ik heb de burgemeester na afloop daar ook een compliment voor gegeven. Zoals hij dat verwoord had richting de raad. Het college is er dus druk mee bezig. En de aanpak in regioverband met 11 gemeentes vinden we de juiste. En ook de aanpak ten aanzien van de statushouder. Nou, van mij is de wethouder van Martel daar zeer druk mee om die opgave, om daaraan te voldoen. En wij wachten nu op de reactie en het voorstel van het college wat er komt. Dus wij lopen niet op de muziek vooruit op dit moment. Dus ik hoop iedereen daarmee voldoende te hebben geïnformeerd. Meneer Wildvank? Ik wil toch nog kort even een vraag stellen aan de VVD over dit laatste punt. Want daar aarzel ik nu zelf wel een beetje over. Wat bedoelen ze daar nou mee? Wat bedoelt de heer Schuring daar nou mee? We hebben aangegeven hier in de raad dat we het COA willen benaderen, moeten benaderen om hulp aan te bieden. En de heer Schuring zegt van ja, wij zijn niet voldoende deskundig om hier überhaupt een mening over te kunnen vormen. Dat moeten we aan het COA overlaten. Begrijp ik nou goed uit zijn woorden dat hij ook vindt dat het aanbieden van hulp aan het COA iets is wat de gemeente niet moet doen? Meneer Schuring? Het aanbieden van hulp, dat suggereert een heleboel. Ik denk dat wij het COA continu hulp aanbieden, want wij krijgen een opdracht, een taakstelling en die vullen we naar goed bedoeling in. En we weten dat het COA met een mega opdracht bezig is en dat die aan gaat kloppen. Zo hebben ze het ook geformuleerd. Als u nou op de stoel van die COA zou zitten en u bent bezig om een businessplan te schrijven om dit te gaan regelen, om dit varkentje te gaan wassen. Om op ja, ik begrijp dat ik hem teruggelegd krijg, maar ik heb nog geen antwoord gekregen. Nee, maar vervolgens gaat vanuit elke gemeente, gaan de mensen naar je toe komen met ik wil dit wel en ik wil dat wel en ik wil zus wel en ik wil zo wel. Waar sta je dan als COA? Ja, wil gewoon tot slot en daarna. Ik zou heel graag een antwoord willen hebben op de simpele vraag die ik stelde. Want kennelijk is het iets waar hij voor wegduikt. Ik maak het maar even zo plat. Is het nou wel of niet iets waar u achter staat dat wij als gemeente, het COA, onze hulp aanbieden? Mag ik u erop wijzen, even, want ik wil hem toch even weer betrekken. En daarna geef ik ook anderen graag het woord. Dat er natuurlijk wel een brief aan het college is aangeboden. Het college heeft die brief als een soort kadernotitie beschouwd. Ik denk ook dat hij zo bedoeld is, denk ik. Hè. Dit is het kader waarbinnen het college dient te handelen op dit dossier. Maar ik constateer wel dat die brief door de heer Schuring nooit is ondertekend. En dat is even voor deze discussie wel van belang. U schijnt daar verschillend over te denken. Nee, maar dat begrijp ik volkomen. Ik snap het verschil van inzicht wel. Maar hij geeft nu op een aantal momenten suggestieve opmerkingen in deze raad. Waarbij hij dus ook probeert aan te geven dat wij het helemaal verkeerd zien. Dat mag hij best doen, maar dan wil ik toch wel even van hem horen als hij aan de ene kant zegt, de hulp lijkt wel humaan, maar is het wellicht niet. Dus daar heeft hij kennelijk toch wel een bepaald waardeoordeel over, zonder dat hij dat ons gunt, hè, want wij mogen dat waardeoordeel niet hebben. En vervolgens zegt hij dat we het aan het COA moeten overlaten. Dat hebben we volgens mij in deze raad ook juist voor gekozen, dat aan het COA over te laten, door de hulp aan te bieden aan het COA. Maar ook dat vindt hij kennelijk iets wat niet wenselijk is. Dus dan begrijp ik het niet helemaal goed. Moeten we nou wel of niet het COA helpen? Dus daar wou ik graag een simpel antwoord op. Zijn er nog anderen die op dit punt het woord willen voeren? Ik zie de heer Uitslag knikken. Ja, voorzitter. Grote moeite met de term humaan willen lijken. Ik ben dus echt walgelijk. Ook wij, CDA-fractie, hebben grote zorgen. Mensen binnen je grenzen halen is best spannend. Maar we kiezen er nadrukkelijk voor om niet weg te duiken achter die grote zorgen en de bal neer te leggen bij de COA. COA heeft geen eigen grond.
komen ze bij de gemeentes terecht om een grote hoeveelheden mensen op te vangen. En dat is niet omdat het zo humaan is, dat is omdat het zo kostefficiënt is. Het COA doet een brede oproep, het ministerie doet een grote oproep van gemeentes, kom alsjeblieft met mogelijkheden. De Raad van Dalfsen neemt de verantwoordelijkheid, neemt de handschoen op en zegt, gemeente of college, neem contact op met het COA. Wij zullen graag iets zoeken waarbij de schaal van Dalfsen past. We denken dat we daar misschien wel humaner zijn. Maar ik neem echt met grote passen afstand van de term humane lijken. Want dat raakte me echt in mijn hart. In de Maastreek. Ik vind het ook echt voorbij het fatsoen. Maar goed, voorzitter. Die is, Dit punt is duidelijk. Ik laat hem daar maar. Wij kiezen er dus voor om juist niet een kostefficiënte maatregel te nemen, maar een humane. Meneer Schuring, ik geef u tot slot de kans om hier nog een keer op te reageren. En daarna wil ik eigenlijk het woord over dit onderwerp. Mag dat? Nou, maar ik kijk toch even rond of de Raad dat ook goed vindt. Is dat akkoord? Of willen nog anderen op dit onderwerp? Ja, dan eerst u en dan geef ik meneer Schuring even nu dadelijk het laatste woord, als u het goed vindt. Op dit punt. Het gaat ook over dit punt. Waar we mee te maken hebben is een enorm groot probleem in Europa en eigenlijk in de wereld. Nederland, via het COA, heeft daar een uitdaging die schier onmogelijk is. Maar Nederland kiest ervoor om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Daar zijn we blij mee. We zijn ook erg blij dat we als raad in een redelijke grote meerderheid hebben gezegd van nou, laten we ook als Dalfsen onze verantwoordelijkheid nemen. Wij worden ook aangesproken op straat van hey, wanneer gaat het ook daadwerkelijk gebeuren? Want de intentie is er wel en we zijn er ook mee bezig. Mensen verwachten ook dat er binnenkort wel wat gaat gebeuren in dat kader. COA is het scharnierpunt en die heeft ook de gemeente gevraagd om daarin zo goed mogelijk te voorzien. Dus laten we daar dan ook met elkaar proberen invulling aan te geven. Wat wel een beetje blijft steken in de bijdrage vind ik van de VVD, die toch over het algemeen als een partij te boek staat als enige ruimhartigheid en ondernemerschap, dat juist op dit punt het heel erg zuinig is en heel erg angstig. Want wat ik mooi zou vinden als ook de VVD zou zeggen van wij hopen dat hier op korte termijn invulling aan gegeven wordt. Als u die uitspraak nou zou doen, dat zou ons al een stuk helpen zeg maar, in de beoordeling van hoe u hierover spreekt. Maar het is nu echt precies aan de andere kant ja, op de rem gaan staan. En wij hopen echt wat dat betreft dat we binnenkort daar echt concreet invulling aan kunnen geven, ook richting het COA. Meneer Schuring, u wordt nogal aangesproken. Nou mag ik. U moet. Nou, ik begin achteraan. Op de rem staan. En dat is hetzelfde als iets aanbieden of vervolgens iets gevraagd krijgen. En dat is net waar het initiatief ligt. En ik vind inderdaad niet dat wij op basis van de kennis en de beelden en de ideeën die wij hebben in staat zijn om iets daar sturend in te zijn. Ik denk dat dat bij het COA vandaan komt. Dat is mijn persoonlijke mening. Laten we daar voorzichtig in zijn. En op het moment als het COA met een vraagstelling komt, dan is dat doordacht. En kunnen we daarop invulling gaan geven. Nou ja, ik ga ervan uit, want ik hoor hier geluiden naast mij. Ik ga ervan uit dat het COA wat dat betreft de vakkundigheid meer aan tafel heeft dan dat wij hier met z'n allen in de raad aan tafel hebben. Dat zal niet iedereen met me eens zijn, maar dat is mijn overtuiging. Een ander woordje wat, dat heb ik net al proberen uit te leggen. Het humaan lijken of het humane zijn. Ik zeg met humaan lijken niet dat het niet humaan zou zijn. Ik zeg alleen maar dat ik dat niet kan beoordelen. Omdat de consequenties van hetgeen wat we willen, de bedoeling kan heel goed zijn, maar de consequentie kan wel veel minder goed zijn dan we denken. En ik kan dat niet beoordelen en ik weiger ook dat oordeel te gaan voeren. Ik weet niet zo goed hoe ik hem anders neer moet leggen. Maar voorzitter, mag ik daar toch op dat punt nog even ingaan? Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat we als Nederland te maken krijgen met een aanzienlijke toestroom van vluchtelingen.
Dat hebben we natuurlijk ook in het eind van de vorige eeuw gezien. Er zijn natuurlijk ook vele ervaringen. Zeker het COA heeft daar heel veel ervaring in. Maar ook de gemeente Dalfsen heeft daar haar eigen ervaring in. En dan bevreemdt het ons wel een beetje dat er primair vanuit een soort angst wordt gereageerd. Terwijl dat eigenlijk niet gestaafd kan worden. En dan denken we van, want u zegt van, ik weet het niet. Maar ja, kijk dan even in de spiegel naar achteren. En dan zien we daar toch wel effecten, zeg maar, in de afgelopen 20 jaar. En dan blijkt het allemaal reuze mee te vallen met de moeilijkheden. En dus wat dat betreft denk ik van, nee, we zouden er iets meer van willen weten. Ja, maar dan kom je meteen al op het punt. Is de situatie nu te vergelijken met die van de jaren hiervoor? Zijn de aantallen gelijk? Zijn de mensen gelijk? Enzovoort. En nogmaals, nee, daar kunnen wij niet over oordelen. Sterker nog, we weten niet wat er binnenkomt. Volgens mij vallen we volgens mij is alles wel gezegd. Ik weet niet of we een herhaling vallen. Maar eigenlijk wil ik ook vanuit het college er gewoon iets over zeggen. Want u als raad heeft verantwoordelijkheid, maar het college heeft het ook. Misschien moet ik dat toevoegen aan de discussie. Wat we hebben proberen te zeggen in de eerste termijn, is dat dit college haar verantwoordelijkheid op dit punt gaat nemen. Daar is geen twijfel over. Alleen maar al, nog los van het vraagstuk van hoe je de vluchtelingenstroom als zodanig beoordeelt. Het college er gewoon van uitgaat dat als ze een brief krijgt van haar staatssecretaris, dat er een taak te verrichten valt, dan heeft het college een opdracht en die gaat ze uitvoeren. Met alle respect voor deze raad, die dat in feite ook aan ons gevraagd heeft. Maar er ligt gewoon een vraagstuk, dat moet worden bediend. Punt. Wat je ervan vindt, vind je er maar van. Maar het moet gewoon gebeuren. Dus daar kunnen we heel lang met elkaar over praten. En we kunnen hooggestemd doen en laaggestemd. Maar voor dit college is het heel simpel. Er zijn gewoon mensen, die moeten een dak boven hun hoofd, die moeten te eten hebben. Die kunnen we niet op straat laten rondlopen. En wij gaan daar ons deel in doen. Het is voor ons echt heel simpel. We hoeven niet lang over te discussiëren, ook onderling. Dat is een heel eenvoudig uitgangspunt. En in die zin zou je het bijna apolitiek kunnen noemen. Het is gewoon werk in de winkel. Klaar. En dat werk laten we niet door de buren doen. En wij proberen te duiken. Zo gaan we niet met elkaar om. Bestuurlijk niet. Ook menselijk niet. Dus laat daar geen misverstand over bestaan. We hebben wel twee dingen, misschien dat ik die naar voren moet halen. We hebben wel heel goed gehoord in uw brief, tenminste zo hebben wij dat verstaan. En we zijn het daar ook van harte mee eens overigens, dat het moet passen bij de maat van Dalfsen. En dat is wel echt een opvatting van deze raad en dat is ook een opvatting van dit college, die iets zegt over grootschalige opvang. Dat zit daaraan vast. Je kunt het niet anders verstaan. Tenminste, wij hebben het zo verstaan. En wij zijn niet de enige gemeente die dat vindt en die daarmee ook eigenlijk in discussie is met het COA. Als het COA bij ons komt met de vraag voor opvang voor iets tussen 600 en 1200, dan hebben wij niet het gevoel dat dat past bij onze maat. Dus wij zoeken naar andere vormen van opvang die misschien niet de meest efficiënte vormen zijn. Omdat het kleinschaliger is en meer organisatorische complexiteit met zich meebrengt. Maar die in onze ogen wel makkelijker zijn te dragen door de gemeenschappen van onze gemeente. Dus die kleinschaligheid zou je kunnen noemen is een punt van discussie geweest met het COA. Van we willen wel, maar we hebben ook onze voorwaarden. En die moet u in dit verband zo zien. Het zijn geen financiële voorwaarden, die hebben echt iets te maken met de aard, de manier waarop je het wil organiseren. We willen het zeker niet buiten het COA omdoen. Want dat zou arrogant zijn, denk ik. Maar gelijktijdig willen we niet dat het COA het buiten onze maatschappelijke organisaties omdoet. Het punt van het CDA, waar wij als college het volstrekt mee eens zijn. De vraag is hoe wij maatschappelijk draagvlak definiëren hier. En ik wil daar toch heel even kort met u over praten. Zijn dat massale bijeenkomsten waar we allerlei mensen voor uitnodigen in sporthallen? Zo definiëren wij maatschappelijk draagvlak in dit geval niet. Wij definiëren maatschappelijk draagvlak hier als maatschappelijke organisaties die samen met ons deze klus willen klaren. Niet de vraag of we hem klaren, maar die het samen met ons willen gaan doen. En dan praten we inderdaad over sportverenigingen. Dan praten we over kerken. Daar praten we over. Er zijn heel veel mensen die ons graag willen. Dan praten we over onderwijsinstellingen. Verzin maar wat. We willen dat die kinderen zwemles krijgen. Hoe stom kun je het maar noemen, maar dat is waar we het over hebben. We willen dat er gewoon onderwijsvoorzieningen komen. We willen dat de aansluiting met de lokale gezondheidszorg goed geregeld is. Gewoon fatsoenlijk, normaal. Los van wat je er politiek van mag vinden, zijn dit gewoon basisrechten en die wil je invullen.
Nou, en dat gaan we als gemeente absoluut niet alleen doen. En natuurlijk onder regie en binnen de kaders van het COA, maar samen met maatschappelijke organisaties. Zo definiëren wij maatschappelijk draagvlak. En dat is iets anders dan het organiseren van pijnlijke bijeenkomsten in sporthallen. Want daar voelt dit college helemaal niks voor. We denken dat dat op weg is naar escalatie en niet op weg is naar draagvlak. Zo zitten we er op dit moment in. Dat is geen kwestie van weglopen op geen enkele manier. Maar het is wel een kwestie van wachten totdat je aan de beurt bent. En dan ook gewoon het deel doen waar je voor staat. Waar je voor aan de lat staat. Ik probeer daarmee, dat merkt u, de discussie enigszins te depolitiseren. Omdat ik ik voel me erg aangesproken door het warme hart en het koele hoofd. Maar ik kom te veel koele harten tegen met warme hoofden. En dat moeten we gewoon niet ontkennen. Ik hoop dat u daarmee het vertrouwen opnieuw kunt uitspreken in het feit dat dit college gaat doen wat u wilt. Op het moment dat dat zover is. En ik zou u eigenlijk willen adviseren om het daarbij te laten. Statushouders is een apart onderwerp. En dat komt straks bij wethouder Van Martels terug. Als u het goed vindt, ga ik naar onze wethouder van Financiën. En ik ga hem de vraag stellen hoe wij dat toch doen. Wethouder, hoe doen wij dat? Wie doet het samen? Voorzitter, ik ga even de fracties langs met de verschillende opmerkingen. Gemeentebelangen die heeft zorgen over de vennootschapsbelasting die wij natuurlijk ook hebben. En u geeft de tip mee om slim om te gaan met waar mogelijk nog met gronden in 2015. Ik verzeker u dat we daar slim mee bezig zullen gaan, hoewel het nog maar een paar weken is. Maar ik hoop binnenkort daar een voorbeeld van in de raad te kunnen meedelen. Ik heb gelukkig een collega die als een soort lopende verkoper links en rechts op plaatselijk belangavonden kavels aan de man probeert te brengen. En dat is hem vandaag ook weer gelukt met een kavel in Hoornhorst. Dus wat dat betreft heb ik een uitstekende partner om ons te helpen. Even kijken. Het CDA heeft het over de elektrische fiets. En ik ben blij dat u de mening deelt dat het ook een gedragskwestie is. Wij zullen daar ook in het GVVP nog even zeker op terugkomen. U vraagt, zijn er knelpunten in de infrastructuur. U heeft er zelf in het coalitiedocument een drietal genoemd. Daar gaan we ook in deze periode mee aan de slag. Dat kan ik u verzekeren. Wat de uitkomst daarvan is, dat weet ik natuurlijk nog niet. En u vraagt of het onderzoek naar knelpunten meegenomen kan worden bij de volgende veiligheidsonderzoek, gevoel van veiligheid of onveiligheid, zo u wilt. En dat kan ik u toezeggen, dat is geen probleem. De ChristenUnie had het even over participatie. Was niet echt een vraag, maar ik vind het wel leuk om te zeggen. Ik was vanmorgen met de collega's die dit in de portefeuille hebben in vergadering in Hardenberg. En de regio moet per 31/12/2016 500 garantiebanen geregeld hebben. We zitten op 470 nu. Dus het gaat hartstikke goed. Alleen, u weet het. Naarmate je verder komt, wordt het steeds moeilijker. Maar we zitten nu al op 470. U zegt, er zijn veel zaken niet opgenomen in de begroting. En dan noemt u een paar voorbeelden die mij verbazen. Namelijk WOC de Campus, de VPB en Ruimte voor de Vecht. WOC de Campus, op het moment dat deze begroting werd opgesteld, medio september, was daar in de verste verte nog geen besluitvorming over. Dus dan is het lastig om dat in de begroting mee te nemen. De VPB, daar hebben we tot op heden, dat heb ik in de eerste termijn ook al aangegeven, op dit moment geen rekening mee gehouden. Ook daar, hetzelfde verhaal, september. En zelfs nu is er nog geen volledige duidelijkheid. Dat is heel vervelend, dat is heel moeilijk om daar mee te werken. En Ruimte voor de Vecht is niet meegenomen, omdat op dit moment een nieuwe tranche in bespreking is. Daar is collega Van Martels mee bezig, van onderwerpen, zaken waar
Onder eentje vanuit uw fractie, namelijk een verbreden van een zeker fietspad bij een stuw. En daar zijn we mee aan het onderhandelen met de provincie en het waterschap en de buurgemeente. Ja, en ik weet nog niet wat eruit gaat komen. Dus is het lastig om dat in de begroting op te nemen. De rechtmatigheidscontrole, nou, die wordt gewoon normaal uitgevoerd en u vraagt om een aparte rapportage. Dat is meer werk, dat gaat geld kosten. Dus ik ben daar nog niet voorshands van plan om daar een toezegging over te doen. Overigens blijft het een feit dat de accountant gewoon dezelfde controles uitvoert die hij altijd heeft uitgevoerd. Dus ook die rekeningen en die aanbestedingen en die inkopen die we er nu uitgehaald hebben. Blijft hij gewoon controleren, alleen ze tellen niet mee voor de rechtmatigheidsverklaring. En dat is waarom wij zo blij zijn dat het. Maar daar rapporteert hij wel over. Pardon? Daar rapporteert de accountant dat wel over. Dat zit gewoon in de rapportage. Ja. Misschien goed, standaard. Dan begrijp precies, ik blijkbaar. Precies, u begrijpt elkaar ook niet, denk ik. Wat de wethouder zegt, hoop ik ook een beetje. Wat de wethouder zegt is dat aan de rapportage als zodanig niets verandert. Alleen maar aan de norm van de toets verandert iets. Precies. De rapportage zal niet veranderen, maar wij hebben nu het risico kleiner gemaakt dat we geen rechtmatigheidsverklaring krijgen. Als u zegt van datgene wat er nu niet meer onder valt, althans niet onder die norm, wel wordt getoetst en dat er ook over gerapporteerd wordt, dan is dat volgens mij ook hetzelfde als de invulling van uw eigen suggestie in de technische beantwoording, de derde suggestie die u deed. Nou, misschien wel cryptisch, maar dat was die separate rapportage waar u het over had. Maar blijkbaar hebben we dan helemaal geen separate rapportage nodig. En is het al ingevuld. Precies. Zo tevreden, hoop ik. Ja, oké. Ja, ik weet dat het moeilijk is om u volledig tevreden te stellen. Maar Partij van de Arbeid. Het versoberen van de N340 kan ertoe leiden dat Dallersen de steun aan het plan intrekt. Vanmiddag is er gepoogd om een spoedberaad bijeen te krijgen met de collega's van Hardenberg om Zwolle. Om nog voor de vergadering van Provinciale Staten een gezamenlijke reactie af te geven die nou niet zo sterk is als u zegt, maar die wel heel duidelijk maakt hoe wij erover denken. En dat is dat wij vinden dat er nu zo ver versoberd wordt dat van het oorspronkelijke plan eigenlijk niets meer overblijft. De N-wegen, het voorstel D66, die zegt, nou, we zijn blij dat de wethouder desnoods bereid is om met een apart voorstel over de N377, de fietspaden en et cetera met de provincie te gaan praten. Ja, dat klopt. En de parallelwegen langs de N340, daar zijn we constant over in gesprek met de provincie. Vooral op die punten waar het schoolroutes betreft en waar we denken dat er, dusdanig, ik denk bijvoorbeeld het Rode Hert, daar wordt de weg erg nauw en dat baart ons ook zorgen. Waarderen van gronden, alert op zijn, heb ik al gezegd. De informatie uit Den Haag is echter nog altijd niet compleet. U heeft het dan over het weerstandsvermogen en de ratio daarvan, dat u denkt dat dat ambtelijke inschattingen zijn, dat moet ik toch iets nuanceren. Want wij hebben, en als ik het me goed herinner, is dat nog een vraag geweest van de heer Kleine Koerkamp in de vorige periode. Die verbaasde zich er toen over dat er helemaal geen risicoparagraaf was in de begroting. Nou, die is toen samen met de werkgroep Planning en Controle opgepakt. En wij werken volgens een methodiek die we samen met de Bank Nederlandse Gemeenten hebben uitgewerkt. Nou, en daar vindt u op bladzijde 129 de risicokaart. En dat is de kaart die wij daarbij gebruiken. Dat is mij wel bekend, meneer de wethouder. Alleen, je moet op een gegeven moment een inschatting maken van vind je het risico hoog. En denk je dat het vaak voorkomt? Denk je dat het minder vaak voorkomt? Ja. En zonder iemand te disqualificeren, maar dat is wel mensenwerk. Ja, maar de wijziging. En dat is een inschatting. Maar u ziet ook op bladzijde 125 dat wijziging in regelgeving de hoogste score heeft, risicoscore. Nou, ik hoef u denk ik nu niks meer te zeggen. De wijziging in regelgeving. Want het komt constant op ons af.
Klopt. Misschien dat ik nog een tip mee kan geven over die fiscale wetgeving. Want ik denk dat het niet voor niks is dat u daar niks van hoort vanuit Den Haag. Want ze wachten daar volgens mij tot het allerlaatste moment mee om te voorkomen dat iedereen gaat voorsorteren op deze maatregelen. Het is alleen wat lastig als je niet weet waar je op moet voorsorteren, linksaf of rechtsaf. Als je verwacht dat er winsten gaan belast worden, dan kun je daarop voorsorteren. Ja. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Wethouder Agricola, mag ik u het woord geven? Ja, dank u voorzitter. Ik ga ook net als mijn collega even per fractie de opmerkingen en vragen die er zijn, ga ik even langs. Begin ik even bij gemeente Belangen. Gemeente Belangen die vraagt extra aandacht voor controles die de RUD gaat uitvoeren op de, met name de intensieve bedrijven. Wij zijn opdrachtgever aan de RUD voor de controles en wat dat betreft zullen wij hen vragen extra aandacht te schenken om de milieumaatregelen goed te monitoren. En dat geldt niet alleen voor bestaande bedrijven, maar ook dus de nieuw te bouwen bedrijven. En daar met name monitoren bedoel ik ook, met name de luchtwassers die gebruikt worden in die bedrijven, maar alle andere apparatuur die nodig is om aan de geldende voorschriften te voldoen. Dus daar zullen we extra alert op zijn. Dan ga ik even naar de motie die u hebt ingediend, samen met CDA, ChristenUnie en Partij van de Arbeid. Deze motie die kunnen wij van harte ondersteunen. Waarbij ik één opmerking maak. U geeft aan afspraak te maken met de woningbouwverenigingen om hun bezit te verduurzamen. En ik kan u zeggen, daar gaan we aparte afspraken over maken in met de prestatieafspraken die we met de beide woningstichtingen gaan maken. Dus wat dat betreft, we ondersteunen deze motie. Dan ga ik over naar het CDA. Het CDA roept Clean Team, vindt het op zich positief. Ze zeggen van, ja, het moet niet dan exclusief gebeuren, waar je moet de buurt erin betrekken. Ik ben er een groot voorstander van, meneer Uitslag. Burgerparticipatie staat hier bij deze raad in hoog aanzien. Maar wat dat betreft, die kanttekening moet ik u wel meegeven. Het is moeilijk om het in praktijk te brengen. Maar we laten ons niet van de weg af rijden, zou ik willen zeggen. Maar we zien, iedereen wil graag meepraten. Iedereen wil graag ook uitzoeken wat van speeltuin, of speeltoestellen in speeltuin moeten. Maar als je vraagt, goh, zou je het ook met ons willen onderhouden? Dan zegt ja, maar daar zijn jullie als gemeente voor. Dus wat dat betreft, we zijn er nog niet, maar we blijven daar wel mee aan de gang. En ook dit, meneer Uitslag, ben ik het helemaal met u eens. Dat het schoonhouden van openbare ruimte niet alleen dus een privilege is van het Clean Team, maar dat ook de burgers daar ook zeer zeker een bijdrage aan moeten geven. Voorzitter, dat betekent ook dat u daarmee een klein stukje van de landelijke subsidie zou willen doorgeven aan de buurten. Waarmee de bereidheid misschien initieel wel groter wordt, waardoor het ook een stuk gewoonte kan worden en de sociale cohesie versterkt. Het klinkteam wordt ook betaald vanuit die subsidiepot. Nou, als we het minder werk hebben, dan kan ik me voorstellen dat de buurt op die manier een stukje mag mee profiteren. Dan moeten we gaan kijken hoe we het doen, wat wel een punt is, want er is nu vanuit het netvang is nu een actie, met name aangaande de blikjes en die kleine petflesjes. En daar willen we met name echt de sportverenigingen en de scholen bij betrekken. En daar zijn voor die groep ook een paar centen te verdienen die ze ook weer kunnen gebruiken voor sportactiviteiten of op schoolactiviteiten. Dus waar wij bij spreken buurt op een goede manier kunnen betrekken, zullen we het niet laten. Dan hebt u het over stimulering van startende winkeliers. En u merkt terecht op dat ik heb gezegd, ja, de marktwerking doet inmiddels zijn werk al. Dat de verhuurders momenteel al de verhuurprijzen van de winkels al fors hebben verlaagd. En u zegt van, ja, Leemerveld, hoe wilt u daarmee omgaan? Ja, Leemerveld is een probleem. Ik heb ook tegen u gezegd dat de eigenaar van de pand op Kroonplein momenteel druk gesprekken voert met partijen en heeft gevoerd met partijen. En dus dat is niet een makkelijk iets. Daarbij, en dat staat ook in het coalitieakkoord, is dat we wel
begin van het jaar met een voorstel bij u komen. Welke mogelijkheden zien om startende ondernemers een steuntje in de rug te geven. Maar let wel, we hebben in het hele kader ook te maken met staatssteunregels. Dus wij komen met een voorstel, maar dat zijn wel zaken die we zeer zeker in acht moeten nemen. Dan de motie die u heeft gediend, meneer Uitslag. Die motie die moet ik ontraden. Maar ik wil erbij zeggen, ik sta er niet om, of het college staat er niet onwelwillend tegenover. Wij vinden dat er eerst een inhoudelijke discussie moet plaatsvinden. Dus eerst evalueren, dan met elkaar conclusie trekken en dan met mee vandaar een besluit over nemen. Wij zijn zeer zeker bereid om deze evaluatie voor te bereiden. Deze hierover is met name ook door andere fracties is hierover gesproken. Maar zo zien we het als college. In december hebben we de rood-vrood evaluatie. Wij bereiden een evaluatie voor op dit punt en komen er bij u terug in de gemeenteraad. Zodat u in gezamenlijkheid daar eerst over kunt praten en dan conclusies nemen van wat wenselijk is. Ik wil u ook daarbij toch niet onthouden dat ook in 2018, dan is de nieuwe omgevingswet van kracht. En dan zijn verder heel veel wetgevingen, maar ook structuurvisies zullen naar vervallen. Dus we begrijpen het. Wij zijn niet onwelwillend, maar zo staat het college er momenteel in. Voorzitter, ik begrijp dat de wethouder zegt, we gaan evalueren, en we gaan, maar het kost veel tijd. Ik hoor over 2018, misschien wachten we daar wel op. Nou, dat duurt ons echt te lang. We hebben de trap gepakt op de plattelandsvisie waar we mee begonnen zijn, maar ook raadsbreed toch wel intenties hebben uitgesproken. Dat hebben we verwoord in de structuurvisie en ook vastgelegd in de kaders. En dat hebben we blijkbaar niet voldoende gedaan. Naar het oordeel van de raad, want daar is uitgekomen, dit past zoals het nu is opgeschreven. ChristenUnie gaf het wel aan toen. Het is niet of het willen, maar of het past. Nou, en de vraag of het wilden, hadden we in de plattelandsvisie geschreven. Dus wat ons betreft is de evaluatie snel gedaan. Want we pakken de plattelandsvisie erbij en dan zien we, oh, dat hadden we inderdaad blijkbaar iets anders gewild. En is blijkbaar net niet goed zuiver genoeg opgeschreven. Laten we dat dus toelichten in de beleidsregels, zodat we het zo snel mogelijk weer hersteld hebben. Ik heb niet gezegd dat het te lang duurt. Ik heb alleen gezegd van, wij vinden het belangrijk dat u als raad hier goed over praat voordat u besluiten gaat nemen. Dus wat dat betreft, evalueren met elkaar, conclusies trekken. En wij zullen samen met de ambtenorganisatie die evaluatie voorbereiden. En dan zullen we dus begin volgend jaar dat we hier willen, stel u voor om dat met u te bespreken. Meneer Uitslag, ik geloof dat de heer Uitslag zich zorgen maakt over hoeveel tijd u daarvoor nodig denkt te hebben. Daar zou hij graag iets meer over willen weten, op zijn mens denk ik, voordat u een afweging. Ik heb net gezegd begin volgend jaar, voorzitter. Eerste kwartaal. Wat zegt u? Eerste kwartaal. Eerste kwartaal. Meneer Uitslag, dat is in ieder geval niet 2018. Ik heb het gehoord en ik mag nog even beraden over wat wij daarmee doen. Hè? Dan de ChristenUnie. En die heeft één vraag richting mij van over duurzaamheid. Hoe denkt u over de productie van duurzame energie? Hoe denkt u daar een boost aan te geven voor de productie daarvan? Ik kan u zeggen dat er binnenkort ligt er bij u een voorstel voor het plaatsen van 3 windmolens door Nieuw-Leuze Synergie, waar u een oordeel over kunt stellen. We gaan door met het plaatsen van zonnepanelen en we zien, goed voorbeeld doet goed volgen, want er worden wekelijks nog zonnepanelen geplaatst hier in de gemeente en dat doet ons deugd. We hebben in Limmerveld en straks in Oosterdalfsen geen gasleiding. We zien de eerste woningen verrijzen met aardwarmte in Limmerveld. We zien ook woningen met luchtwarmtepompen. En daarnaast zien we dat Rova is druk bezig met produceren van groen biogas. En al onze gemeentelijke gebouwen die worden ook verwarmd door middel van die biogas.
En zo zullen er ook een aantal particuliere initiatieven bij komen. Dus waar we bij spreken, op een goede en verantwoorde manier, daar die initiatieven een steuntje in de rug kunnen geven, daar vindt u ons op uw weg. Of aan uw zijde, meneer Rooijakkers, het is maar net hoe u het wilt. Nou, Partij van de Arbeid, structuurvisie. We willen aan uw zijde. Wethouder, sorry dat ik u even onderbreek, maar ik ben in een discussie verwikkeld met de griffier over wat u nu net hebt toegezegd. En misschien mag ik dat nog even goed proberen samen te vatten. Richting de heer Uitslag, onafhankelijk van de motie. En wat u over de motie heeft gezegd, is dat u hem ontraadt. Dat is één. Klopt. Twee, u heeft gezegd dat u welwillend staat tegenover de vertrekpunten van de motie. Dat is twee. Drie, u heeft toegezegd dat u de structuurvisie op dit punt zult evalueren en dat zult aanbieden aan de Raad eerste kwartaal 2016. Klopt dat? Helemaal goed, voorzitter. Okay. Ik heb iets anders gehoord, maar ik denk dat de griffier dat ook gehoord heeft. Maar als dit de conclusie is, dan kan ik daarmee leven. Nou, Partij van de Arbeid heeft gesproken over de motie van het CDA, D66 eveneens. VVD die zegt van als de motie er van gemeentebelangen en CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid niet was, hoe was u dan hiermee omgegaan? Wij hadden op dezelfde manier hier omgegaan, maar het grote verschil is, meneer Schuring, het geld, extra geld wat erbij hoort, daar gaan wij als college niet om. Daar gaat de raad over. En wij zijn zeer verheugd dat met name de initiatiefnemers, indieners van dit voorstel, met dit voorstel gekomen zijn, zodat we met recht kunnen werken aan de ambitie die u als raad heeft vastgesteld in 2025 CO2 neutraal. En mocht u nog meer goede ideeën hebben en met daarbij geld, meneer Schuring, dan hou ik me van harte aanbevolen. Wethouder, dank u wel. En wethouder Van Martels, mag ik u het woord geven. Dank u wel, voorzitter. Aan mij de heer om de laatste, de resterende vragen te beantwoorden. Volgens mij zijn dat er ongeveer nog een handvol. Ik heb er nog vijf geturfd. Ik begin met de bibliotheek, net zoals maandagavond. Volgens mij is de enige onrust ontstaan over de ledenaantal van de bibliotheek. Maar gelukkig kijken we naar veel meer indicatoren dan alleen maar naar de ledenaantallen. Want als ik nog even, ik heb er nog even bijgepakt de notitie van bibliotheekbeleid 2014. En kijken we naar prestatieafspraken. Er zijn 17 afspraken gemaakt wat dat betreft. En nou, er is geen enkele reden voor grote ongerustheid als het gaat om bibliotheekbeleid, want we liggen helemaal op koers. En er wordt heel breed gekeken, niet alleen naar de relatie met het onderwijs van de bibliotheek. We kijken ook naar laaggeletterdheid, we kijken naar de schatkamer en we kijken naar het vestiging- en spreidingsbeleid. Kortom, als de aanleiding is om tussentijds te rapporteren, dan ben ik daar zeker toe bereid, maar dan moeten er wel hele erge ontwikkelingen zijn die dusdanig afwijken van het beleid, dan kom ik zeker bij u terug. Maar geen aanleiding om een tussentijdse evaluatie te geven. En we kijken waar het CDA om vraagt een andere indicator dan alleen het ledenaantal. Dus daar zijn we dus al nu al mee bezig. Een andere vraag ging over de bevaarbaarheid van de Vecht. Nou, nog voordat er de echte discussie moet gaan plaatsvinden, lijken de eerste rimpelingen al op de Vecht waarneembaar te zijn. Maar het is wel zo, zoals ik maandag ook gezegd heb, het blijft natuurlijk die kleinschalige pleziervaart, die blijft leidend, daar willen we naartoe. Maar de half natuurlijke Laaglandrivier, daar gaan we niet aan tornen. Die afspraken zijn een paar jaar geleden gemaakt. Dus we kijken binnen het kader van de half natuurlijke Laaglandrivier wat er mogelijk is met de kleinschalige pleziervaart. Dat is leidend en als er echt een discussie plaats moet gaan vinden, dan komt die volgend jaar wel bij ons. Dan ging het over de privacy in de sociale kernteams en daar heeft de ChristenUnie eerder al vragen over gesteld. Toen was de vraag volgens mij al tijdens de zomervakantie van kom in de derde kwartaalrapportage van Sociaal Domein erop terug en geef nou eens even duidelijk aan wat kan er nou wel en wat kan er nou niet als het gaat om privacy. Daar hebben we toen proberen een antwoord op te dichten, maar blijkbaar is dat nog niet voldoende. Ik wil er nog wel een keer weer een poging aan wagen, maar dat ziet u dat dan misschien tegelijkertijd met de volgende kwartaalrapportage, dat is de derde dan, om daar nog eens even weer eens
op in te zoomen of er nog actuele ontwikkelingen zijn. Ja? Het punt van de statushouders, heel belangrijk natuurlijk. Die taakstellingen, ja, daar moeten we aan voldoen, daar gaan we ook aan voldoen. Maar dat betekent wel dat we af moeten gaan wijken van de klassieke aanpak, alleen met Vechthorst en met de vesten afspraken maken. We moeten dus ook de particuliere woningen en de mogelijkheden die daar betrekking op hebben, om die erbij te betrekken. En u zegt van scenario's, daar heb ik zelf gezegd dat een scenario-studie wordt gemaakt en gepresenteerd dit jaar. Klopt, dit jaar. Maar ik heb ook gezegd, er wordt nog niet aangeboden aan de Raad. Tenminste, dat liet ik nog in het midden. Dat heb ik heel duidelijk gezegd. Ik heb gezegd, er komen scenario-studies, maar dat wil niet zeggen dat er meteen een aanbod richting de Raad is gedaan, omdat die dan ook besproken gaan worden. Dat is intern, die voorbereiding die we nu treffen daarvoor. En daar zijn we dus druk mee doende en die hebben we zeker dit jaar klaar. Maar dan gaan we eerst intern bespreken van hoe we die ook naar buiten brengen, hoe gaan we daarover communiceren. Want als het over dit onderwerp van vluchtelingen en over de statushouders, dat ligt gevoelig, dan moet je uitermate alles goed in acht nemen wanneer je daarmee naar buiten treedt met de plannen die je hebt. Uiteraard wordt de Raad op een zeker moment betrokken, maar ik wil niet zeggen dat het dit jaar al gebeurt. Dus intern hebben we die scenario-studie klaar, maar dat wil niet zeggen dat het dit jaar al besproken wordt in de Raad. Oké. Okay. Maar u zegt daarmee wel toe dat dat dan begin volgend jaar zo zal zijn? Ik zeg niks toe nu, want ik zeg alleen maar dat we de scenario-studies gaan voorbereiden. En wat daar dan uitkomt, dat laat ik in het midden. Maar het zou wel heel gek zijn als zo'n belangrijk onderwerp niet met enige regelmaat op de agenda staat. Dus ja. Het komt op wat voor manier dan ook terug. En in welke vorm, dat blijft dan nog een verrassing voor u. Ja, ik hou wel van verrassingen, maar ik wil ook niet al te veel onzekerheid. Maar is het een mogelijkheid om ergens of in het eerste of in het tweede kwartaal daar expliciet als raad ook over te spreken? Om in ieder geval geïnformeerd te worden, laat ik het zo zeggen. We zijn wel erg benieuwd naar de concreetheid van die scenario's. Want u spreekt daarover waarschijnlijk met woningcorporaties en misschien andere partijen. Ik laat nog even in het midden. Ik bedoel, we houden u op de hoogte van bepaalde ontwikkelingen, maar of dat juist die scenario-studie betreft, dat zult u dan wel moeten afwachten. Dat is wel een hele abstracte formulering. Ik heb u nog nooit verrast met een of ander onderwerp, dat het uit het niets in één keer een onderwerp naar voren kwam waarvan u zei, nou, dat had ik nu totaal niet vermoed. Dit onderwerp speelt. Ik ben me volledig van bewust dat u daar nieuwsgierig naar bent, naar die uitkomsten. Ben ik zelf ook. Maar ik ga nog geen toezegging doen over welke termijn dat dan gebeurt. Ja. Ja, meneer Nijkamp, ik heb het afgelopen maandag ook al geprobeerd om op dit punt een toezegging te formuleren. En toen heeft de wethouder mij gecorrigeerd. Heeft gezegd, ik heb geen toezegging gedaan. Hij doet het nu weer niet. Ja. Dus volgens mij is het antwoord gewoon nee. Ja, dat klopt. Maar daar ben ik dus nog niet tevreden mee. Dat begrijpt u natuurlijk ook wel. Maar waar het ook om gaat, we hebben het hier over een huisvestingsuitdaging in 2016. En als je dan geen beeld hebt van wanneer we daar dan concrete plannen op krijgen, dan wordt er dus in 2016 net helemaal niks. Tenminste, die kans is vrij groot. Tenzij de wethouder kan zeggen van nou, daar hoeven we ons geen zorgen over. Agenda punt 9, als ik het goed heb, lijkt logisch. En dat is de septembercirculaire het gemeentefonds. Dat is dan wel heel bijzonder. We hebben net de begroting vastgesteld, komt nu de eerste wijziging. Nou ja, zo is dat nou eenmaal. Maar dat heeft een structureel positief effect op onze begroting. Dus is het wel het soort wijzigingen waarvan ik denk, nou ja, ze zijn niet verkeerd, laat ik het zo zeggen. Ik ben op voorhand al opgeroepen om daar een inhoudelijke inbreng in te leveren. Dus ik ga even rondkijken wie van u nog informerende vragen heeft met betrekking tot de september circuleren. En dat is niemand, geloof ik. Opinierend. Breng hem gelijk in stemming. Ik vind het niet erg hoor. Breng maar een beeld mee, Jan. Agenda punt 9, september circulair gemeentefonds 2015. Het voorstel is de notitie met de financiële gevolgen van de september circulair 2015 vast te stellen en deze als begrotingswijziging te verwerken. Wie van u is hiervoor? En bent u allemaal? En daarmee is dit met algemene stemmen aangenomen. Ik ga naar de sluiting toe. Ik heb u al bedankt. Ik doe dat nog een keer. Er is gewezen op het feit dat de discussie op een bepaald moment ook redelijk scherp was.
Dat moet soms ook zo. Mag ik u daarvoor bedanken? Ik sluit de vergadering.